Yo kijkers van Marshall's Eye, welkom terug bij Sims 3. Vorige keer hebben wij deze grapje hier gemaakt. Vet chill. Maar we zitten nu met een probleem, hij heeft nog geen huis. Dus we moeten Marshall even in een huis stoppen. Op straat leven is hier geen optie. We hebben 16.500 euro om te besteden. Dan gaan we gewoon eens even kijken, wat is dit? 1 slaapkamer, 1 badkamer. Die dan. Je hebt wel veel ruimte. Doe maar wel gemeubileerd dan. Dan heb ik tenminste nog wat meubels. Ah, koper. Wauw, is voor mij. Met het huishouden spelen. Oh wauw, dat klinkt zo verkeerd. Misschien denk ik ook iets te ver door hoor, maar het klinkt best wel verkeerd. Met het huishouden spelen. We hebben een huis. Dat is super chill. Super relaxed en zo. Dus nu kunnen we in ieder geval... Ik hoef geen uitleg, ik snap het wel. Uitleg afsluiten. Wauw, ik heb een huis. Als eerste even muur opengewerkt, vind ik super handig. En even kijken wat hij nodig heeft. Oh, eigenlijk alles. Hij moet een baantje zoeken. Even kijken wat hebben we allemaal. Die moet even recht staan. Hier komt de pc in. Hier moet ook even een extra lamp komen. Ik heb eigenlijk geen geld meer. Dus. Moeilijk. We zien wel. Laten we hem eerst maar even gewoon wat eten klaarmaken. Ontbijt eten. Wafels. En doe maar gaan. Even super snel tempo. En wat? Ja, is goed joh. Oh ja, ik had een spelletje gespeeld vooraf. Dat is handig af en toe. Wow, hij lijkt een klein beetje, maar... Misschien komt dat ook wel door het supersnel tempo. Nou, er is een voorstelling aan de gang in het theater. Bekijk de kaart om te zien. Het zal wel, maar hij moet eerst voor zichzelf even zorgen. Zo. Doe me gewoon rustig aan. Nee, doe me eigenlijk niet rustig aan. Doe me gewoon snel eten maken. Dan kunnen we gaan vreten. Hij heeft helemaal geen honger meer. Wat een klojo. Wafels eten. Ja, doe maar. Net had je nog wel honger. Hoe kan dit nou? Nee, ik vind het raar. Oh, er is een krant. Oh, wauw. Baan zoeken. Doe maar. Even snel opeten. En dan kun je een baan gaan zoeken. Super handig en shit. Want anders verdien je niet echt iets, hè? Oké, hij gaat even een baan zoeken hoor. Nu gaan we het krijgen. Terwijl hij een baan gaat zoeken, ga ik even het raam dicht doen, want het is hier koud aan het worden. Raampje dicht. Toch handig zo'n microfoon die je kunt verplaatsen. Oké. Nou, ga maar zoeken. Wat hebben ze voor jou in de aanbieding? Ordehandhaving, direct. Chill. Zo. Nu hebben wij 1054 levenslange beloning. ziet er toch geniaal uit. Marshall Eye. We zijn begonnen. Boeia! We hebben geld. Of tenminste, we krijgen geld. Ik kan pas vanaf maandag om 9 uur beginnen. Duurt lang. Kom meer. hij gaat even lekker lezen. Een boekje lezen. Ja, is goed, joh. Ga maar lekker lezen. Dan krijg je weer wat meer plezier van. Altijd handig, hè? Meer plezier. Zo. Daarna gaat hij maffen. Gaan we lekker slapen. En dan ga je naar de play. Of iets in die richting in ieder geval. Het is 12 uur 's middags en hij gaat een dutje doen. Nou, niet echt een dutje. Hij gaat maffen tot 4 uur.
Geweldig. Wat is dat nou hier dan? Barbecue of Stijn voor... Nee. Wacht wel even. Nou. Ja. Dus wachten. Duur lang. Het is al bijna 4 uur. Maar nog niet helemaal. Nog een uurtje te gaan. Geweldig. Zucht. Ah, The Sims is wel een leuk spel hoor. Dat is echt geweldig. Maar ja, soms duurt het gewoon een beetje lang. Vaardigheid inzicht leren. Ja, dat heb je wel nodig, ja. TV kijken, ja, komt ook wel goed. Want ik weet uit ervaring, voor een baan als politieagent heb je wel inzicht nodig. Zeg, doen we dat lampje niet meer uit? Uit. Of automatisch uit alle lichten. Zo. Er is toch niemand meer in die kamer, jong? Hier moet ook wat meer licht komen. Het is zo donker allemaal. Wat ben je van plan? Waarom zit hij zo eng te lachen in één keer? Echt waar. Outfit uitkiezen. Die. Ga eerst maar even gewoon je kleren aan doen, hoor. Kan je best. Oké. Okay. Nou, doe dan. Ga dan lezen. Dat wou je toch net? Ik snap niet wat hij leuk vindt aan lezen, maar... Nou, gelukkig heb ik nog geen rekening. Kan ik niet, want ik heb vet weinig elektriciteit hier in huis. Alleen die lampen staan onnodig aan, maar... Daarmee is ook alles gedaan, eigenlijk. Ja, en de koelkast. En het gastel en zo. Voor de rest. Veel zit er niet op de stroom, hoor. Het kan wel zijn dat het gloeilampen zijn. Kost het wel veel. Dat is wat jammer als je dan... Je moet ook geen gloeilampen nemen. Je moet gewoon LED nemen. Of spaarlampen. Maar LED is ook... LED vreet ook veel stroom, dacht ik. Maar is er wel... Nee, LED is wel veel zuiniger. Dus je moet of LED of spaarlampen nemen. Dat zijn goede dingen. Met LED kun je ook verschillende kleurtjes. Dat is ook vet chill. En doe eens tempo met lezen. Oh, even rustig. Niet zo snel. Hoeft het boek niet kapot te scheuren hoor. Dat is ook weer niet nodig. Ga je zo meteen maar even lekker in bad. Nee, eerst je boek uitlezen en dan in bad. Ah, zucht. Moet ik alles tegen hem zeggen? En misschien is het een idee om in bad te gaan, ja. Staat hij er een beetje zo bij te kijken. Oh, wat moet ik nou? Ja, dat is een bad, vriend. Dan denk je wat je met een bad moet. In bad gaan. Oh. Snel op, doe maar wat cornflakes. Je hebt honger, vriend. Cornflakes zijn op zich best lekker, hoor. Vooral van die choco ding. Is wat melk erbij? Ja, is goed, joh. Maar die choco dingen met melk, dat is echt zo lekker. Marcel, waarom heb je geen buitenlicht, buitenverlichting? Misschien een idee hoor, maar... Zo chill van het beroep als politieagent. Je krijgt een auto van de zaak. Je krijgt je eigen politieauto. Ja, ga even mee. En je gaat in de prullenbak. Daarin zo. Goed zo, je snapt het. En even, ja, nou, dan gaat hij maar gewoon lezen, hè. Doe maar. Ga maar lezen. Ik vind het best. Zolang je mij maar niet lastig mee valt. Eigenlijk doet hij dat wel, want ik bestuur hem. Maar ik vind het niet erg, dus... Dit is echt een hele rare video, dit. Ik weet het. Ik ben ervan op de hoogte. Nou, ja... Ik heb eigenlijk ook even helemaal niks te doen. Ik moet wachten totdat hij aan het werk kan. Hij moet werken. Vriend, nou, dus we hebben genoeg gelezen. Ga maar lekker pissen en daarna ga je naar bed. Nog een keer.
Heb je vandaag al geslapen? Je gaat het gewoon nog een keer doen. Ga maar maffen. Komt helemaal goed. Hoe lang gaat hij nu slapen? 3 uur. Zucht. Nou. Duurt lang. Duurt lang. Nou ja. Ik denk dat ik het hier ben gelaten trouwens. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. We hebben een huisje gekocht en we hebben hem werk gegeven. Dan gaat hij volgende keer voor het eerst aan het werk. En ja, dan... Dat wordt spannend. Shit, hé, dat wordt echt spannend. Dus mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Druk even op dat duimpje omhoog. Dat kan hieronder in de reacties. Nee, niet in de reacties. Gewoon, dat kan hieronder. En abonneren kan ook hieronder. Doe dat even. Dat zou ik super tof vinden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Tot later.